Nee, door die twee verraders. Misschien doen ze dit allemaal wel met de beste bedoelingen. Nina, de kinderbescherming heeft een totaal verkeerd beeld van me. En dan moet jij gaan rechttrekken. Door ze uit te leggen dat ik uitstekend in staat ben om voor mijn eigen kind te zorgen. Ik dacht dat je net zo goed bezig was. Ja, dat is ook zo. Maar Rick en Shanti zaten zo te zuigen dat ik... flipte. Toen is hij natuurlijk gelijk naar de kinderbescherming gerold. Ja, zo ken je niet, hè? Om die fakes die zelf geen kinderen kan krijgen en daarom mijn kind... Hou op! Zo is ze helemaal niet.